Haat in een onvervlogen tijd, maar een fantastische tijd. En precies op 12 augustus was het 10 jaar geleden dat onze grootmeester de bezieler, de kapitein van VTM samen met Mike Verink, helaas, hij heeft moeten afscheid nemen van ons na een langdurige ziekte. En daarom wou ik toch ook in deze show een kleine, korte ode brengen en eerbetoon aan deze grootmeester. Niet alleen in zijn vak, maar ook als mens heb ik zoveel te danken aan hem. En gedurende bijna 5 seizoenen, elke zondagavond, zaten 1.800.000 kijkers te lachen en te gieren met ons programma HTME. En dat is te danken aan deze grote meneer Guido de Prater. Kom maar eventjes bij, Guido. En zoals hij zijn basilicus kan vertellen, dat kan niemand, dat kan ik ook niet. Maar ik wil het doen op mijn manier, dames en heren. En zo, het is ook heel kort, maar hij deed dat zo fantastisch goed. Ik zeg het, niemand kan hem even naden. En zo was Basil thuis en er stond een nieuwe auto in de garage. En Flappy zegt, Basil, je wordt dat toch tijd dat je met die auto nog gaat rijden. Dat die niet om in een garage te staan, dat die toch te rijden gaat en ik ben weg. En hij zegt, Basil, waar moet ik naartoe? En pak een keer de kust mee. Ik zeg, een keer rechtdoor, het is allemaal rechtdoor. Kan ik er nog alleen? Nog alleen? Ja, kan ik er nog alleen? Dat is de rechte bal, zegt Flappy. Enfin, zo gezegd, zo gedaan. Ja, hij in de auto, Basil in de auto en naar Calais. Een half uur later stapt Basil thuis met Flavie. Zegt Flavie, Basil, jij bent niet naar Calais geweest. Doe het, zeg. Ben wel naar Calais geweest. Doe het, Flavie. Echt waar, je moet mij geloven. Hoe komt dat dat je dan zo vroeg thuis bent? En wel, zeg, ik heb de plakkaatjes gevolgd. Calais, één keer. Calais, nog een keer. Altijd rechtdoor. En ineens stond er pas de Calais. Ik ben hier gekeerd. En dan zat Basil zonder werk en ja, dat was al een paar maanden. En Flavie zegt, weet je wat Basil, zegt ze, nu moet je gaan werken. Ik heb een toffe job voor u. Een beetje verder op de werf, daar zoeken ze werkvolk. Ga u een keer presenteren, ik zal u broodjes meegeven, ik zal u drinken meegeven. En dat zal niet zwaar zijn. En jij gaat zeker aangenomen worden, gewoon vlak bij de deur. Hier zijn een beetje verder is de werf. Allee, wat doen we er naartoe? Allee, Basil, mee lang gaat naar de werf. 10 minuten later is hij terug thuis. Ze zei, Flappy, jij bent niet naar die werf geweest, Basil. Toet. Het is wel wat, Flappy. Ik ben naar de werf geweest. En hoe komt dat je zo rap terug zit? En wel zeg, ik kwam daar aan en er stond een vrij groot plakkaat verboden op de werken te komen. En dan later. Het was een fantastische tijd, dames en heren. We hebben zoveel plezier gehad. Maar ja, het lot heeft daar anders over beslist. Maar ik blijf hem toch voor altijd dankbaar. Geef hem nog een applaus.